Goedemorgen, ik ben Hanne Arendsen, ik ben actrice en ik ga jullie mijn ochtendritueel laten zien. Het eerste wat ik 's ochtends doe is mijn gezicht wassen. Dat doe ik met de Perfectly Clean van Estée Lauder. Het is het laatste wat ik gisteravond gedaan heb, maar ik begin er ook maar gewoon altijd weer mee. Lekker insmeren. Dan heb ik hier de Iris Extract Activating Treatment Essence van Kiehl's. Het voelt super fijn. Ook van Kiehl's, de Powerful Strength Line Reducing Concentrate met extra vitamine C. Dan heb ik daar overheen niet ook nog eens een keer een aparte eye cream. Dan heb ik Kiehl's weer, heel fijn merk. De Powerful Wrinkle Reducing Cream met een factor 30 zit daarin. Ik doe het dus allemaal gewoon lekker met mijn handen. Het is grappig om te zien hoe iedereen op zijn eigen manier de crème op zijn gezicht smeert. Ik doe het dus altijd gewoon met een klodder op mijn handen en een beetje smeren. Tot slot smeer ik er nog een factor 50 op. Heel belangrijk. Zo. Ik ben een beetje rossig. En zo in de zomer krijg ik ook nog heel veel sproeten erbij. Maar wat er dan ook gebeurt is dat mijn wenkbrauwen altijd heel licht worden. Dus wat ik sowieso 's ochtends altijd even doe is met een potloodje. Deze is gewoon van de HEMA. Prima make-up in HEMA. Even mijn wenkbrauwen een beetje aanzetten om mijn gezicht iets sprekender te maken. Hier heb ik een Miracle Eye Pencil van The Rituals. En dan heb ik voor de extra feestelijke tint van Alverde. Dat is een Duits natuurmerk. Een rouge en highlighter. Een superleuk spul, je zet gewoon een paar stippen en dan weer met je handen een beetje uitsmeren. En dan het haar. Ik probeer mijn haar niet al te vaak te wassen. Tijdens mijn zwangerschap hoefde ik het echt maar één keer per maand te wassen of zo. En viel het niet uit dat ik zo'n enorme bos vol krullend haar. Dat is helaas weer wat minder geworden nu ik eenmaal bevallen ben. Ik heb hier een droge shampoo van Batiste. Nou, dat laat je even 2 minuten intrekken. A few moments later. Ik gebruik geen borstel, want met mijn haar krijg ik dan een soort heksenkop. Dus ik doe gewoon, soms met een beetje een vochtige handdoek, kneed ik het er als het ware in. Dan voor de finishing touch heb ik 8 Hour Cream van Elizabeth Arden. Dat gebruik ik voor alles. En onder andere om mijn haar in model te krijgen. Mijn zoontje doet niets liever dan aan mijn haar hangen. Zo. Nou, ik ben klaar. Ik ga me lekker aankleden. Ik ga zo meteen lekker koffie drinken op het terrasje. Lekker in de zon zitten. Doei!